Weet je wat ik gehad heb dit jaar voor kerstmis? Een kookboek die er al blijkbaar jaren lag in de kast. Serieus. Die lag gewoon stof te verzamelen en ik dacht van, oh leuk. Hallo Tiny Penguins. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Guns, Love and Tentacles. Yeah. Wij zijn hier weer verder met Bruce Monkey en Captain Gotham. Linkje staat in de beschrijving van zijn kanaal. We zijn nog steeds bezig met een side shit, blijkbaar. Blijkbaar zegt hij. Ja, nou ja, we moeten... Ja, het is maar een week geleden voor jullie, dus jullie denken van, hoe de fuck kun je dit voor vergeten? Voor ons is het alweer 2 weken maar, geleden. Maar voor ons is het, ja, ik weet niet hoe lang het geleden is, een maand. Dus nee, abonneer op mijn... Ja, nee, zo snel gaat het ook allemaal niet. Maar abonneer op mijn kanaal. En dan gaan we lekker verder knallen. Ook nog... Oh, ja, we gaan inderdaad... Oh, shit. We gingen stoppen bij... Oh ja, we stopten bij Cliffhanger. Dat was het. Nou, ja, ik weet hem alweer. We stopten bij de Cliffhanger. We gaan weer door waar we zijn gebleven, Childers. Gast, we kunnen dat vergeten. Ja, grap. Korsakov. Ja, nou... Ik ben op mijn kop gevallen toen ik een klein... Toen ik zelf een tiny pingwing was, denk ik. Oh, we moeten met hem vechten. Oh. Oh, what the fuck? Oké, okay, ja, dat had ik dus niet verwacht. En hij is ook maar 71. Oh, yo, mijn damage is al bijna kapot hier. Oh, je bent al neer, gast. Zo. Gast, deze... Infinity help. Bruce, help me niet. Oh my god, ik kom eraan. Laat maar. Ja. Ja. Dat deed hij er gewoon om, die flikker. Ja, hij duurde wel echt lang met hem. Ik weet niet wat de fuck... Ik heb... Ja, misschien deed hij fuck jou, Captain. Je bent er zo lang niet meer online geweest. Ja. Vergeet je even wel. Ja, het is alleen maar als jou uitkomt, hè? Net als Nintendox, hè, eigenlijk een beetje. Zo moet je het zien. Is dat zo? Ja, denk het. Je had vroeger op Nintendo toch die Nintendox? Ja, wat is daarmee dan? Ja, die heb je ook in de steek gelaten. Oh ja, maar ik denk ook... mijn hond bij Minecraft al zeker 20 jaar al niet meer heb ontmoet. Die zat nog steeds op me te wachten. Ja, of je pauw. Dat rolletje pauw. Van... ken je dat niet? Dat rolletje dat je moest verzorgen op je telefoon? Poe of zo? Nee. Echt niet? Nee. Oh, dat speelde... Nee. Ja, misschien generatiesverschil, maar iedereen speelde dat in mijn tijd. In jouw tijd? Voor de oorlog, bedoel je? Het was 1888. Bijbelse jaren. Ik heb nog een handtekening van Jezus. Ik heb Jezus op zien groeien. Ja, Ik was zijn oppas. Ik heb bij Jezus in de klas gezeten. Hij had van die coole sneakers aan die lichaven. Dat was de coolste van de klas, jongen. Ja. Hij is 71 trouwens, jongen. Ja, ik zag het. Dat je beseft. Ja, ik zag het. Hij is wel echt pauw gaat sterk, er ook vol tegenaan, gewoon niet. Do I feel alive, lid? Nou, ik ben naar het sportschool geweest, ik voel me zo levend meer. Nee. Wat samen zeg. Nou, kom op, Bruce, doe je ding uit, man. Kijk, dit zijn bazooka kogels die ik erop afvuur heb. Er gebeurt niks. Zo... Help! Oh jee. Ben je neer? Nee, maar het ging alweer aardig snel. Hij moet mij hebben, zoals gewoonlijk. Ja, ik zie het. Ik sta letterlijk voor hem, maar hij loopt toch door me heen om jou te pakken. Ja, tuurlijk. Oh my god, oh my god. Ik ben je grootste fan, Captain. Kijk, hij doet geen fuck. Oh, nou wel, laat maar. Oh ja, ik heb nog granaatjes, hè. Smijt hem. Ik weet niet eens meer wat granaten deden, precies. Maar... Dat was toch die eenhoorn? Nee, die heb ik al lang weggedaan. Oh. Al lang. Jezus, hoeveel damage heeft die vent? Ja, als die geen trofee voor krijgen... Ik wil ook wel zoveel damage kunnen vangen. Damn. Ooit. Wij worden steeds sterker. Ja, misschien is deze damage ook wel als je tegen level 1 vecht. Dat wij het zo eruit zien. Dat hartstikke lang duurt. Maar, Jezus. Ja, in zijn ogen zijn wij level 1, dus dit is best wel fucked. Nou. Jezus. Oké, voor de laatste. Laatste, oh, resist. Hij is resist voor melee. Oké, dat is kut. Oh, tuurlijk. Hij weer. Hij heeft alleen maar melee. Hij heeft alleen echt een gun gewoon. Of een hamer is shit. Ja. Dus hij is alleen maar melee. Fuck af, jongen. Nee, ik ben hem wel aan het... Ik kan hem wel melee, hè. Oh ja, doe eens. Wat doe ik? Jezus Christus.
Ja, kijk, ik steek hem ook in zijn nek. Auw. Maar waarom is hij zo boos? Okay, oh, hij is neer, hij is neer. We hebben hem. Nou ja, hij geeft zich over. Tja, tuurlijk, bitch. Wit vlaggetje. Ja, red flag. Revive. Ja, vooruit. Ja, dat is mijn taak. Bruce doet het niet. Jij ook niet, dus doe ik het maar. Nou, pik ik dat hij hem al lang op dood had gemaakt als ik alleen was. Yo, had ik het niet eens kunnen doen. Wees blij dat ik iets geef. Gewoon ja, alsof jij... Mijn eigen meuk, ja. Maar dat, dan weet je hoe het voelt. Weet je, ik heb een van die kookboeken... Hoezo voelt dat? Hoezo weet je hoe het voelt? Het is mijn eigen shit die ik toch terugkrijg. Nee, maar ik bedoel, ik heb mijn eigen... Luister, ik heb ook maar... Weet je wat ik gehad heb dit jaar voor kerstmis? Een kookboek die er al blijkbaar jaren lag in de kast. Serieus. Die lag gewoon stof te verzamelen. En ik dacht van, oh, leuk. Ik heb 3 kookboeken gehad. En één daarvan die lag al in de kast. Die lag al in de vuistdozen. Nee, want een vriend van mijn zus die had hem echt nieuw gekocht. Oh shit, Jezus, je bent neer. Ja. Ik heb je... Jezus Christus, kookboeken. Echt gewoon weglopen stoffen gewoon. Ja, nou, je geeft me weer voeding, hè? Wat ben je nou in godsnaam aan het doen, ja, maar daar kan ik... Daarom zeg ik van, dan weet dus hoe iemand anders het voelt om... shit te krijgen die al bestaat, zeg maar. Ja, maar het is niet... Zo. Ik heb trouwens een dikke shotgun. Pik, mij interesseert het niet. Dat is jouw ding. Het is jouw struggle, niet mijn struggle. Ja, oké, okay, fair enough. Maar... Ja. Vind je dat geen zielig verhaal dan of zo, aan één kant? Ik vind het nog wel zieliger dan dat Jezus gekruisigd wordt. Dus ja, ik vind het wel echt heel zielig, ja. Het lag al in de kast. Het zal het gewoon kunnen geven, weet je wel. Ja, nou ja, ik snap dat het niet gegeven wordt, want dat is gewoon... Ja, het is gewoon eigenlijk net Mein Kampf eigenlijk, dat boek. Dat wordt liever niet gezien. Het is ook echt een kutkookboek. Ja, nou ja. Er staat gewoon in hoe een magnetron werkt en zo. In great detail, ja serieus. Ja, how to cook for dummies. Ja, voor beginners, van frietjes tot pasta. Nee, echt normaal. Ja. Ik vind het, dan vind ik het. Dan word je nog gewoon uitgelachen door je ouders ook. Nee, ik weet niet. Ik word niet uitgelachen door mijn ouders. Mijn ouders vinden me een chef als ik de pan al aanzet. Want mijn vader die eet alles uit de frituur. Dus die vindt het sowieso al heel wat als ik iets anders eet als frituur. Dit is je content. Wat is het toch lekker, weet je wel? Want dan is het gewoon een beetje die olie die je ruikt en een beetje het uit. Dat zijn van die hacks, weet je wel. Van, oh, wat ruikt het lekker. Ja, maar dat is niet moeilijk als je er een beetje olie in gooit. Uiteraard. Oh, uitjes, gebakken uitjes. Die ruikt altijd lekker. Ja, als gebakken is het. Wordt, ja. Ja, ik... ik vind het pijnlijk. En een beetje peterselie eroverheen, dan ziet het er altijd goed uit, weet je wel. Ja. Dat is een beetje wat ik doe en dat vinden ze helemaal geweldig. Ik eet het gezondste van heel mijn familie en dat zegt niet net, veel. Het is echt alsof je een aap flikflakjes doet. En van... Oh! Gewoon een Brabants... Gewoon een Brabantse aap. Nou. Ja. Ik hou dit er allemaal in. Ah ja, nou ja, anders zeg ik het ook niet, weet je. Het is mijn zielig leven. Het is gewoon... Kijk, het is deel... Echt. Kijk, ik deel ook dingen met mijn Tiny Penguins en het is niet altijd feest thuis. Nee, zeker niet. Het is nooit feest. Nee, het is nooit feest. Nee, als je elke dag patat is het geen feest meer hoor. Dan is het op een moedje. En moeten ze feest bij ons meemaken? Veel frituur, weinig taart. Bij ons is het een keer, als patat wordt gegeten, dan is het feest. Ja. Want dan eten we patat, dat is lekker. Maar... Nou ja, ja, bij jullie is het gewoon, ja, oké, okay, ja, god, weten we nou eens weer, ja, patat, oh, nou. Ik had op pianoles kwam een keer een kindje na mij en die zei van, we gaan vanavond friet eten, ik ben zo hyped. Ik zei van, ja, hoe vaak eten jullie dan friet? Ja, dat is eens in de 3 maanden of zo, als we iets te vieren. En ik kon daar met mijn hoofd echt niet bij, van, nee, hoe kun je eens in de 3 maanden... Dat vind ik meer normaal dan wat jullie doen, hoor. Ja, maar ik sta dan echt van te kijken en dan denk ik van... Ja, ik sta er ook van te kijken hoe jullie het allemaal wegkrijgen elke dag. Ik vind het echt niet normaal, gewoon. Ja, ik zit zo van... En dan ook nog het verhaal naar me toe gooien van... Ja, ik ga sporten, ik ga over mijn nek, ja, vind je het gek? Ja, houd toch op, man, vent. Children's, luister. Oh, dit is even het verhaal. Dat is niet voor YouTube. Dit is hartstikke voor YouTube. Oké. Okay. Ja, want als je dit zielig vindt, dan ga je dit zo helemaal zielig vinden, Children's. Luister. Ja, ga jouw sportverhaal vertellen. Jij bent gaan hardlopen. Kunnen we daar eens aan beginnen?
Ja, dat is wel, ja, elke dag zie ik een story voorbij komen. Ja, van hé, hey, lekker bezig. Ik ben elke dag aan het sporten en ja. Infinity zag dat en die ging ik ga ook in sporten. Nou, klopt. En ja, dus deze vent, deze vent die gaat sporten, maar eerst voordat hij gaat sporten gaat hij vreten. Maar jullie weten dat hij al chill is, hij eet niet normaal. Dus wat krijgt hij, of wat eet hij, vier schnitzels gaat hij voor het sporten vreten. Ja, maar niemand wil toegeven dat iemand vier schnitzels eet, maar je begint bij de eerste. En dan denk je van, oh, die tweede is misschien ook nog wel lekker en die derde ook wel. Nee, het is gewoon vreedzucht wat jullie. Het is niet eens meer genieten. Het is gewoon wegstoppen. En volgens mij is het gewoon gevoelens wegstoppen wat jullie doen. Want het is gewoon... het is niet te zuinig en niet gezond. Maar goed. Is kip deze niet gewoon vol met eiwitten? Die kip die jullie vreten. Dat is gewoon kip uit de fabriek pik. Dat is gewoon eigenlijk dezelfde kip wat je gewoon in de kip nuggets hebt. Het is gewoon fijn geperste meuk met smaakstoffen. Man. Ja, heerlijk. Prima dat het lekker is, maar ga niet lopen janken als je geen progressie kweekt, alleen maar over je nek gaat, als je twee keer hebt gewend. Het gaat nergens over. Je kan beter van tevoren een banaantje eten of iets, nee, is het gezond, zegt hij dan tegen mij. Ja, dat is zo. Wat is dat voor hangjasverhaal? Ja, maar bananen, dat... Deze man die zegt, jullie kennen het misschien allemaal nog wel, Childress. In Gotham Knights zegt hij van, nou pik, ik ben aan het bulken. Oh ja. En deze vent blijft gewoon stomweg. Gaat hij zeggen tegen mij van, nou, je moet ook wel een beetje brandstof hebben. Ja, een beetje brandstof. En niet gaan denken van, oh, ik ga de hele McDonald's leeg trappen. En dan ga ik even denken dat je normaal kan bewegen. En weet je dat er een McDonald's die bij mij in de buurt zit? Ja, wat zegt u? Weet je dat er een McDonald's dicht bij mij in de buurt zit? Ja, maar dat is zelfs te ver voor jullie. Dus je gaat altijd de plaats van een snackbar. Ja, nee, maar een snackbar is veel beter dan McDonald's, man. Er zitten veel meer vitamines. Houd toch op, man. Er is hem niks beter. Wat jullie vreten is niks beter. Vitamines, jij kan... Ja, vitamines. Vitamine kanker, ja. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal wat jullie doen. Vitamine K. Ja, het is echt niet normaal. Nou, dit wou ik even kwijt, Childress. Ja, nou, wanneer niet eigenlijk? Nee, ja, inderdaad. Komt zo vast wel weer een nieuwe trigger. Want grind my gears. Ja, Peter Griffin stijl, hè. You know what really grinds my gears? Infinity, always eating patat. Ik vond die AI wel mooi eigenlijk. Misschien wordt dat wel mijn nieuwe profielfoto. Van wat? Ja, die AI shit. Oh. Ja, doe ik. Wie ben ik om te zeggen dat die moet? Hey, ik ga trouwens gewoon fast travel hoor. Ik vind het wel goed zo. Oh ja, ik ben even. Ja, kom maar aan hoor. Ik ben even wat shit aan het verkopen. Want het is volgens mij best fair, of niet? Nee. Ja, help even mee. Oh. Oh. Ja, we zijn er al. We zijn er al vast. Ja, pik. Nee, ik moet. Wacht nou even, man. Ik word aangevallen. Dat is één enemy. Ik word. Godverdomme ben ik. Ik ben bezig hier om te fast travelen. Oh. Oh, sorry, Mr. Travel. Het is Captain Travel voor jou. Alles met Captain ervoor. Ja. Alles klinkt beter met Captain. Captain Infinity? Oh, wat een... zo, oké. Alright. Oh. Oké. Okay. Weet je dat ik eigenlijk gewoon... Ik ben het even helemaal kwijt. Ja, nou, ik wou net zeggen, weet je nou eigenlijk wat we nou precies aan het show zijn in deze tijdmissie? Want ik eerlijk gezegd... Nou, we moesten iets van... Ja, weet je niet. Wii Class. Staat er. Oké. Okay. Dus ik maak er Wii Plus van. Dus we moeten vast weer vechten met deze flikker. Dus bereid je me voor. Ja, nou ja, hij staat hier gewoon te wachten op ons als het goed is. Ja, dat was net ja, ook. Ja, hij staat hier. Hij staat hier. Oh. Oh, ja, jij dat dit vechten wordt. Oh ja, yep, ja, daar gaan we weer. Straks is je level 80, let maar op. Ja, die kans is wel echt zwaar aanwezig. Follow. Nou, loop dan, lul. Kijk die rug. Oh. Hij heeft niet goed achter de... Jij zou willen dromen dat je zo'n rug krijgt. Ja. Nou, daar gaan we weer. Met zulke frikandellen gaat dat nog niet worden, pik. Nee, zeker niet. Schiet eens op, man! Ik heb niet de hele dag de tijd. Hij denkt dat wij niet heel veel beters doen hebben. Wat enigszins ook waar is, maar... Nee, jij niet. Nee, ik heb wel andere dingen te doen. Nou, let's go. Oh. Oh. Nog niet.
What the fuck? Ja, die heb ik opgepakt daar. Nou, heeft hij nou twee hamers of had hij al twee hamers? Had ik hij weet al. Het even niet. Oh, oké. Okay. Kom dan. Ja hoor. Nee, 71. Okay. Oh, hij heeft nu een schild. Dat had hij eerst niet. Ah, dan komt er zometeen nog een schild, die gele schild bij, ik weet het zeker. Dus dit worden lange gevechten. Ja, speed up. Oh. Zo. Daar gaat Captain. Ja, nee, ik word toch open. En daar ga ik. Godverdomme. En wie laat me weer liggen? Broers. Waar ben je nou? Waar ben je nou? Ja, ik zit hier te vechten voor mijn leven, pik. Ja, ik. Godverdomme. Oh, yo. Broers komt er al aan. Huh? Ja, die komt mij er aan. Oh. Ik dacht... Ja, wat denk je nou? Ja, nee. Die gaat, het is nooit gebeurd. Het gaat ook echt niet gebeuren. Nee. Dat je hier. Dat je nog überhaupt eraan denkt. Ja, ik dacht, dat de broers jou gaat helpen. Ja, weet ik, misschien dat die, ja, weet ik. Bruce! Ah, kom dan. Je weet niet eens wanneer ik jarig ben. Ik weet wel wanneer je moeder jarig is. Nou, poeh. Dat is zijn meme, hoor. Hij houdt hem in leven, children. Ik moet alle memes die ik meepak, die pak ik ook goed. Ja, jouw meme is dat je elke dag patat vreet. Dat is jouw meme. Dat is zoiets. Dat je zielig bestaan hebt van vreten. Saté, hè? Kipsaté, ook lekker. Kippen. Weer kip eigenlijk. Weer kip. Ja, maar dat, nee, het is gewoon hondenvoer. Ik denk dat als je voor dibbe zet, dat hij nog denkt van... Ja, ben ik. Geef maar liever ja, die komkommers. Ja, die denkt ook van, die is ook helemaal klaar mee. Die eet nog maar alleen maar komkommers, ja, hè? Snap jij dat die hond al 12 is? Dat snap jij toch niet? Nee, dat snap ik echt niet. Ik snap echt niet dat hij dat overleefd heeft. Nee. Ik snap dat jullie überhaupt een leeftijd behaald hebben dat het echt niet mogelijk is met zoveel patat. Ja, je ziet het maar. Ja. Misschien is het wel juist goed, misschien. Misschien zijn we het wel geloven. Nou, dat denk ik niet. Ik heb je foto's gezien, je bent brood en broodmager. Er zit niks van voedingsstoffen in wat jullie eten. Oh my god. Voor iemand die patat, elke dag patat vreet, ben je echt broodmager. Ja, ik hoor eigenlijk dat is niet echt, goed, hoor. In een echt niet goed. Voor jouw lengte, ja, dat is echt niet goed. Ik weet zeker, als jij jezelf in de spiegel kijkt, zie jij hier in me zitten. Het is eigenlijk gewoon griezelig, meer dan wat anders, maar het is wel... Zo, wat een damage. Jezus Christus. Dit is weer een wapen, jongens. We hebben er één. Oh nee. Ik hoor het alweer. Ja. Oh nee, niet die joke. I don't like it. I don't like that last one. I don't like that last one. Ja! Jezus Christus. Je mic flikkert uit zo meteen, hoor. Kijk deze shit. Yes! Yes! Je hebt dan wel een chique microfoon, maar ook die heeft zijn limits. Mijn god, oh shit. Mijn god. Wat is dat voor ding ook? Ja, hij is kapot al. Tering, ik heb niet eens een kans om überhaupt te schieten. Yo, jeetje, wat is dat? Opgerot. Oh ja, guys. I don't like this. Mag ik hem hebben? Wil jij hier ruilen? Ja, met wat? Ja, met met jouw ego. Seizoen 1. Nee, ja, dat is het. Damn, son. Damage for the win. Oh, ik heb ook nog een wapen in de inventory van het hoofdverhaal. Dus, oh, top. Hou maar. Toen we level 3 waren of zo. Ja. Zo, level 3. Ja, we zijn er wel een keer geweest, Pik. Dat is zeker. Nou, we zijn wel een keer geweest. Dat is echt lang geleden, ja. Kijk, wat voor nerds we zijn geworden, jongens. Zo, echt, hè? Nou, ik heb wel een grove shotgun. Niet echt een shotgun te noemen, maar... Ik weet niet waar je het over hebt, maar... Ja, het is gewoon... explosive shotgun ding. Oh, gewoon een bazooka of zo. Ja. Maar dan anders. Ze zeggen dat het een shotgun is. Fuck him. Ik vind het goed. Hoe krijgen we die gele schild snel weg? Dat vraag ik me eigenlijk af. Want ik vind die behoorlijk irritant. Dat weet ik niet. Gewoon schieten. Ja, maar ja, het is gewoon resist, immuun. Ja. In ieder geval wat Bruce allemaal doet, zie ik. Op een gegeven moment lukt het. Dus I just kept on crawling and it just kept on working. Captain Crawling. Dat is ook een goede naam. I'm Captain Crawling. Captain Kruipen. Infinity NL anaal. Kan ik ook nog altijd doen. Oraal. Infinity oraal. Banaal.
Nee, lijkt me te veel op banaan. Bah. Ja, het leuke is, ik heb wel vandaag 3 bananen op. Ik eet oprecht bananen, moet je nagaan. Ik eet wel bananen, Pik. Serieus. Ja, ja, dus dat was toch te gezond? Ja, klopt. Maar ik eet ze wel. Ja, nou ja. Omdat ik ze lekker vind. Dat je niet je hartstilstand kreeg van zoveel vitamine in één klap. Zeker zo, wat? Wat gebeurd is? Hè? Wat denk mijn lichaam, wat gebeurt hier? Ja, echt. Ja, weet ik niet. Mijn lichaam denkt, wat wil je nou eigenlijk? De ene keer is de banaan, de andere keer is de frikandel. Ja, ik weet ook niet wat jij wilt, maar... Nee, dat vraag ik me. Nou, jij wilt een hele hoop, maar het is nou niet dat je echt er iets voor werkt of zo. Nee, nou, maar dat is ook een beetje mij, hè? Qua sport en zo. Je wil sterk zijn, je wil bulken, je wil groeien. Ja. Maar echt, ervoor gaan, homa. Nee, maar dat zo ben ik. En dan jaloers worden als iemand sterker is. Hoe kon het nou? Dedicated zijn als fuck, dat. Hey, dat Infinity. Ja, dat ken ik niet. Dat moeite, is te veel, hè? Moeite. Ja, moeite. Ja, we komen eigenlijk altijd bij mij op moeite aan als het daarop aankomt. Ja. Oh, yeah, mate. Jezus, lopen we nog wel de goede kant op? We lopen goed. Het is alleen een enorme chaos. Oh ja, geen last van. Ik ben gewoon doorlopen aan het lopen. Wat de fuck ontploft er hier allemaal? Wie is dat allemaal, joh? Kijk wat eraan komt. Geen last van. Ascendant. Oh daar. What the fuck? Ik ben bijna... Ik moet even weg hier. Snel. Ja, ik ben aan het schieten. Ah, godver... Huh? Ik werd naar een enemy toegetrokken. Second win. Oké. Okay. Ik werd naar een enemy... Hey, kijk! Wat? Oh, zag je dat? Nee. Die teleport van Rick and Morty was er. Oh, what the fuck? Ja. Maar okay. We hebben het gemist. Ja, dat staat weer op. Hoppa, weg. Hey, ja! Ik nou, zie hem. Maar is dat wel echt een referentie? Nee, I don't know, maar hij ziet er wel uit. Ik vind van wel. Ja, die, er zijn genoeg Rick and Morty dingen, dus ik denk dat het zomaar zou kunnen. You pass ball, was serieus. Ja. Hij lijkt er wel op. Ja, ja, dat is hem, die tentakels die er ook uitkwamen, gast. Oh, ja. Shit. Oh shit, oh shit. Waarom de fuck? Dan? Kom op. Waar de fuck? Wij zijn hier links al geweest. We moeten hier verder, toch niet? Jij moet rechts hier. Oh, waarom waren we hier aan het showen dan? Waar de fuck ben jij? Wacht even. Gast, ik sta echt letterlijk hier. Waar is hier? Ja, dat kan gewoon voor je, zeg maar. Ik weet niet hoe ik het anders... Oh, het is donker, Pik. Ik zag dat echt niet. Oh, dan heb je misschien een bril nodig. Bakkers. Bakkersdibbers. Bakkersdibbers. Ja, daar heb ik geen last meer van, wil ik. Nee. Die heeft ook al diabetes, niet hoe het komt. Oh, het is toch zielig. Ja, het is eigenlijk, ik lach erom, maar het is... Ja, het is echt gewoon zielig, hè. Maar weet je wat het is? Ik mag niet lachen om dingen wat jij heel erg vindt. Ja. Maar oh, jij gaat helemaal stuk om moord wat jij aan het creëren bent. Nee, dat ben ik niet echt, aan het creëren. Ja, wat jij aan het doen bent en jullie familie aan het doen is langzaam moord. Alles is langzaam, het hele leven is langzaam moord. We gaan allemaal maken. Nee, maar jullie zijn echt bezig ermee. Nee. Dit is moord in 3 stappen wat jullie doen. Gewoon vreten, spijt hebben en creperen. En dat is klaar. Ja, maar ken je die film, hoe heet dat, van die dikke jongen? Dikker, hoe heet die nou? Infinity, ja, die ken ik wel, ja. Hoe heet die? Nee. Dick Tron, ken je hem? Dick Tron? Nee. Ah, moet je eens opzoeken. Dat beschrijft onze familie in één klap. Nou, dat... Zeg maar, dan gaat er een film over een jongetje die is heel dik. En die wordt daarmee gepest in de klas. En die hele die ouders zijn ook heel erg dik. En die eten gewoon lekker wat ze willen. Ja. En de boodschap van de film is dus eigenlijk uiteindelijk, zonder te veel te spoilen, dat het goed is om dik te zijn en om te genieten van het leven. God. Oh, echt? En ik heb heel veel gehad uit die film. Heel veel wijsheid gehaald uit die film. Ja, ik merk het, ja. Uit die film. Ja. Snap je? Dus ja, Dick Tron, zoek het. Dat je dat niet kent, daar zijn boeken over geschreven, verfilming. Ik ben dyslectisch. Ja, oké, okay, maar gewoon Dick Tron is al geheel, is gewoon best bekend. Ja, nou. Of jij associeert je meer met mensen die gewoon een gezonde levensstijl hebben, dus ook niet met dat soort films. Dat kan natuurlijk ook. Die kans is wel aanwezig, ja. Ja, ah, weet je, ja. Maar ja, ja. Oké, ken je dan die film van Carrie Slee, Spijt?
Die dikke jongen. Ken je ook niet. Wie? Spijt. Wie Spijt? Het gaat over ook een film over een jongen die te dik is en gepest wordt omdat hij te dik is. Ja, ja. Er zijn heel veel films over mensen die te dik zijn in de... Ja, dat is allemaal fatshaming. Ja, dat is allemaal fatshaming, dus ja, vind jij dat cool? Wow, yo! Wat? Oh, shit. What the fuck, dat hebben we gemist, guys. Is dat onze, Dat lijkt er wel op. Het lijkt eerder op een... Ja, ik wil het niet zeggen, maar... Nou, doe het dan ook niet. Oké. Okay. Tja, ik wil ook heel veel zeggen, maar ik moet alles wordt eruit gepiept. Ja. Ja, houd toch op, man. ik wilde zeggen dildo. Oh, hier zit denk ik een enemy of zo. Hey, Rick. Alright. Wat de fuck is dit van een monster, joh? Waarom heeft hij zoveel... Ik vind het echt niet eerlijk, dit. Hij is wel 69, dat vind ik wel weer tof. I like that. Dat is wel weer tof. Hoppa. Hey, trofee! Hey, hoe dan? Ik heb niks. I don't know. I got a trofee, Morty. Hey, weer een betere shotgun, of niet? Het is wel weer een legendary. Nou, Tiny Pingwings, wat leuk dat jullie gekeken hebben naar deze nieuwe Sex Tentacle aflevering. Hopelijk hebben jullie het leuk gevonden. Duf een duimpje omhoog, abonneer mijn kanaal. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op het kanaal van Captain Gotham. Link staat in de beschrijving. En dan gaan we lekker door. Later!